één romantisch gezicht. Samen trouwringen maken. Salla en Beri vanuit Syrië trouwden 2 maanden geleden in Turkije. Daarna maakten ze als vluchteling de oversteek naar Europa. En dat was iets minder romantisch. Yeah, it was my honeymoon. The traveling was the honeymoon. Yeah, in 5 countries. She was so afraid and so nervous in the boat and the sea. And I told her, why are you nervous? This is a honeymoon. She started laughing and forget the sea, forget the boat. Soms praten we erover en dan zie je het verdriet in hun ogen. En vandaag de ogen stralen, ze lachen. Ja, het is echt heel mooi om te zien. Sarah kwam het koppel tegen in een van de opvanghuizen in Tilburg. Daar doet ze vrijwilligerswerk. Ze hoorden het verhaal en besloten een echt huwelijksfeest te organiseren. Maar daar zijn wel donateurs voor nodig. Drinken en geld. geld om een aantal onkosten te kunnen betalen. De taart wordt gemaakt door een vrijwilliger. Ingrediënten kosten geld. Dus we hebben een aantal van die kleine dingetjes. En drinken, drinken, drinken. Want er komen zo'n 200 gasten. De ene helft nodigt het bruidspaar uit. En dat zullen vooral andere vluchtelingen zijn. De andere helft zijn de inwoners van de wijk Fatima. Want zij zijn de nieuwe buren van Salla en Beri van. Sinds vorige week verblijven 400 vluchtelingen in het voormalig pand van de Sint-Jozefzorg. Oef. Volgende week vrijdag is het zover. Dan gaat er een gouden versie van deze ring weer om de vinger.